niet te lang blijven. Tweede dienst, meestal is een lange dienst. Maar na een uur bijna nog eens manier in Exmoro, toch? Amen? Nee, serieus. En bij public speaking, na een uur hoor je niks meer. Eigenlijk bakken 50 minuten in hier in Exmoro. Zoals die je praxeren, bruine bonen, pichel, bami. Ja, na 50 minuten hoor je niks meer. Bij de leerkracht, daarom duurt een lesuur 40 minuten. Omdat het effectief is. 40, 45, dus ik wil dat behouden vandaag. Oké, okay, ready? Are you ready? Oké, okay, are you ready to meet your creator? Daarover wil ik vandaag praten. Bent u klaar om uw schepper te ontmoeten, Jezus de Christus? Bent u klaar, werkelijk? Mensen, we leven in een tijd waarvan je toch heel, heel erg voorzichtig moet zijn met je leven. Je kan op een klein moment je ziel verliezen. Je hebt gekke mensen hier in deze, op deze aarde nu. We noemen ze snelheidsduivels. Zeg gewoon, de man kan kieren een moment if God no kibrio. Daarom moet je echt in deze tijden heel dicht bij Jezus zijn. We hadden gisteren onze family day. Ik wil niet erover praten, dat is om een porapriki. Ik van poriti de man temba. Want vele van u zijn niet gekomen. Maar ik kwam naar huis, waar daarna was ik echt paar meeting gaan doen. Dus dat mijn rij rustig kon. Dan ben je gewoon vanaf de snelheidsduivel. Aan mijn ziel, aan mijn kap, abrasie, tegenligger. Toch aan mij al in. En dat trouw hoor ik. Dus op een gegeven moment, aan mijn kop, met dat mikado. Gewoon aan mijn snak, aan mijn nak, dus mijn kiri. Dus je ziet in deze tijd. Ben je nergens meer veilig dan alleen veilig in Jezus' armen. Bronfiets en nak, bronfiets, kier dit. Ik ben rij bronfiets, ik ben reis, en oma op de markt van een motor. Maar nooit meer in mijn ten jonge tienerjaar meer bronfiets, nak bronfiets. De man nak totaal los, wat mij deed. En deze gekke tijden gebeurden het wel. Onvoorstelbaar. Maar we zien in de Bijbel dat men vaak praat over de wederkomst van Christus. En Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot 18 het volgende. Hij zegt, doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen. Zij die gestorven zijn. Opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Wij hebben een hoop, toch? Wie is onze hoop? Jezus de Christus. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met het woord des Heren, wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voortgaan. Want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een arsengel en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die achterbleven samen met hen op de wolken, dat is belangrijk, in een oogwenk weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de lucht. Dit zijn belangrijke dingen die u moet onthouden als wij praten over de wederkomst van Christus in deze tijd. Wij gaan hem tegemoet op de wolken, in de lucht, en we worden in een oogwenk met hem weggevoerd. Iedereen mag even zo met je knipoog snel. Hoe snel is het gegaan? Hoe snel is het gegaan? In een man berekening. Voor zich denk je, ik knipper bijna tilisiba. En je hebt het niet eens door. Met andere woorden, het gaat zo snel gebeuren dat je pas kan dit door de hemel beseffen dat, hé, hoe de hemel de tv kon begaan voor de spassende baat tv. Hé. Ja toch, je wordt in één ondeelbaar ogenblik, zegt een andere tekst, veranderd in een verheerlijk lichaam. Dus hij zegt, we gaan de Heere tegemoet in de lucht en zo zullen wij altijd met de Heere wezen.
Maar dit is belangrijk, het laatste gedeelte. Vermaan elkander dus met deze woorden. Jezus komt terug. In Thessalonicenzen 3 vers 11 tot 13 maakt Paulus ook daar een paar, of schrijft hij in zijn brief, zegt hij ook een paar dingen. Hij zegt, hij onze God en Vader en onze Heer Jezus banen ons de weg. Ik lees 1 Thessalonicenzen 3 vers 11 tot 13. Hij onze God en Vader en onze Heer Jezus banen ons de weg tot u. En doe de Heer toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen. Dus we moeten van elkaar houden en van alle mensen. Zoals wij gezind zijn jegens u, om uw harten te versterken, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God. Heiligheid, dit is ons jaar van heiligheid. En de Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Als je het gelooft of niet, de Bijbel zegt, dat Jezus de Christus terugkomt. In Efeze 5, dat heb ik net gekregen in mijn hart van de Heer. Vers 26 zegt de Bijbel over Christus en de gemeente het volgende vanaf 25. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente lief gehad en zich voor haar overgegeven om haar te heiligen. Christus is bezig die gemeente te heiligen. Haar reinigen door het waterbad met het woord. Het woord dat ik nu predik. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen. Stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zodat zij heilig is en onbesmet. Waarom heb ik het gekregen van de Heer? Om u te attenderen dat God niet komt voor onheilige mensen. Dat God niet komt voor mensen die doen wat ze willen. Om u te attenderen dat al komt u naar de kerk. Maar u doet niet de wil des Heeren. Dan zomaar je last you thing. Om u te attenderen dat Jezus komt voor een gemeente. Dat heilig en in reinheid wandelt voor zijn aangezicht. Mag ik een amen horen? Nakwasma nee, teasma. Zit jullie. Tegen zit jullie. Jezus is kombaga. Dit is de tijd, lieve mensen. Dat wij als nooit tevoren op die plaats moeten komen om te verstaan dat aan een zomaar tsunami Epsa. Aan een zomaar de maikierde christenen in Irak. Aan een zomaar aardbevingen Epsa. Aan een zomaar Yeshi dat de man rood wordt. Aan een zomaar zijn dingen die voorspeld zijn. Niet zomaar is men constant bezig met Israël. Niet zomaar. De Heer heeft een manier hoe Hij ons waarschuwt. De Bijbel zegt dat de Heer doet niets of Hij waarschuwt, of hij raadpleegt of zegt het voor aan zijn dienstknechten, de profeten. Of Hij maakt het bekend. Hij waarschuwt ons. God is een God die steeds waarschuwt. Dit is de generatie die als nooit tevoren waarschuwingen heeft gehoord van God. God praat door de natuur, Hij praat door de geestelijke tijden, Hij praat door Israël, Hij praat door verschillende manieren. Omdat God niet wil hebben, zegt 2 Petrus 3 vers 9, dat sommigen van u verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Wanneer Petrus deze brief schrijft, schrijft hij de brief aan de christenen. Ik heb gemerkt dat God alles doet in de Bijbel om de christenen te vermanen en de christenen te pushen om heilig te leven. Waarom zegt Paulus? De Heere telt niet met de belofte, welke belofte, voor zijn terugkomst. Als zij er aan die artalmen denken, talmen bereken, mensen denken, oké, hij draai. En hij draai, maar hij is langmoedig, geduldig. Daar hij niet wil dat sommigen van u verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Laat mij u vertellen, terwijl ik hier sta, in de dienst des Heren, dat er mensen hier zitten, u bent op weg naar de hel. Want u leeft in zonde. U zit hier in de kerk, elke week, trouw. Maar de dingen die u moet doen om uw behoudenis te behouden, doet u niet.
En dan een ouder met kodino woman, maar mijn vrede. Mijn vrede. Dat God ook actie me one day. Stephen, ik tegen de sma. Dat ayuru ebe de cross bay. We willen niet op televisie zijn om populair te zijn. Maar we zijn op televisie om mensen te zeggen, Jezus komt spoedig. Dus we tappen hier televisieprogramma aan. Asago. We praten over uw eeuwigheid. We praten over uw eeuwigheid. God is altijd een God die mensen waarschuwt. Hij stuurde Jona naar de heidense stad Nineveh. Om Nineveh te waarschuwen dat hij Nineveh zou vernietigen. 150 jaar daarna stuurt hij Nahum terug naar Nineveh. Om Nineveh te waarschuwen dat hij ze gaat vernietigen. God waarschuwt evenals vandaag die wereld. Dat zijn zoon op het punt staat terug te keren. Hij heeft het gedaan met Nineveh. Hij heeft het gedaan met Noach. De Bijbel zegt dat Noach 120 jaren lang heeft gepredikt. Er komt een zonvloed, er komt een zonvloed, er komt een zonvloed. Hebben ze geluisterd? Nee. 8 mensen maar zijn in de ark gegaan. 8 mensen maar van die gehele wereld, toenmalige wereld. Niet eens zijn broer, niet eens zijn neef, niet eens zijn nicht. Het is maar naar een gezin noemen die gered. Is diezelfde tijd, zijn we hier. Jezus zal zeggen, voor mij komt zal het zijn als de dagen van Noach. Dat was maar hij zei, dat zit in Libië. Jezus zei, kom baga. Dat was maar, dat zit in Libië. Jezus zei, kom baga. Hij waarschuwde ook Sodom en Gomorra. Hij waarschuwde ze ook door Lot. Lot heeft een standpunt ingenomen toen. Niet doen. Deze mannen zijn engelen. Niet doen. Maar weet u wat er gebeurde? Dus de man zang even boel, 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 sambo. Nou, zaak. Kom je preken. Kan de nou man net durf me. Na de next man geef je nou al op me. A boel, boel, sambo, boom. Dan gaan lesbies, sani. Die 3 engelen daar, na boeldeman bij mijn boeldeman. Of de 2 engelen. Het staat daar geschreven. Maar pastor, je hoofd zou net. Zo lees dat zo'n takken als man met desma verstaan. Maar je kunt het netjes zeggen. Oh, dat van mijn takken is er aan het. Ze wilden seks met die mannen hun billen hebben. En die engelen hebben toen vuur geworpen. Tot puin gemaakt. Alles verbrand. 2 engelen. Omdat het verschrikkelijk was. De Bijbel zegt, van de kleinste jongeman. Na boel zit hij erop in Sodom en Gomorra. Naar like San Francisco toch. Ik heb niks tegen die mensen. Ik hou van die mensen. Maar God houdt niet van hun boelactiviteiten. Sorry. Je gaat naar de hel gaan. Amen. Ik heb dat want toesmaat dat Amani spora priki baga. God waarschuwt altijd. Hij heeft ook Sodom en Gomorra proberen te waarschuwen. En diezelfde tijd leven we nu. Dat God probeert om mensen te waarschuwen. Ik kom terug. Mensen, u moet begrijpen dat er is een geest opgestaan momenteel, die men noemt de humanistische geest. En een geest die zogenaamd gelijkheid der rechten zoekt. Die geest die het omgekeerde is van wat God zegt. Ik bestudeer de sociale wetten even, voor verstand, zat in mijn verstand de partner, want die mensen don't take me thing. Of de mij bedoel werkelijk man en vrouw, of de mij bedoel toe vrouw of toe man. Want dat naar de addertjes meestal zijn, oh nee, look, we berekenen, oké, minimumloon, je kiest 800 zoveel, nou, of je kiest 500.
Maar zijn er de gevolgen heeft broer Sande ertussen? En niet dat ik niet blij ben voor meneer Brunswijk en de coalitie en voor Suriname. Absoluut. Maar we moeten kijken naar die addertjes. Dus je hebt mensen die zogenaamd vechten voor gelijke rechten. Maar ze hebben, zonder dat ze het door hebben, zijn ze bezig de agenda van Satan uit te voeren. Laat me het zo zetten, dat meneer beledigt nou alsmaar, want dat is de bedoeling. Zonder dat ze het vaak door hebben. God is God. En Jezus heeft gezegd, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar Gods woorden zullen nooit en te nimmer voorbij gaan. Mag ik een amen horen? God alarmeert de gelovigen dat Jezus spoedig wederkomt. Jezus noemt die tijd waarin we leven de tijd van de tekenen der tijden. Hij heeft profetie gegeven met betrekking tot het wereldgebeuren van vandaag, die wereldgebeurtenissen. En ze doelen maar naar één ding, de komst van de Messias. Ik heb een studie doorgenomen van een dokter David Regan met Karamaning. Omdat mijn ondoelijk naar mij vind als studie is uit. Want nou dat mij zo voorzichtig. Nu hang ik helemaal toch, heeft Jezus gekomen. Dus mij let het op alles aan nou wat mij doet. Dus mij tak in mijn preek, heeft mij tak een preekje voor een man. Mij tak na mijn preekje. Dus dokter David Regan heeft gekeken naar de tekenen der tijden en heeft ze gecategoriseerd in 6. Amen. Ik zat aan mijn preken, maar ik vond het een heel leuk ding om met u door te nemen vandaag. Amen. Want in een berekening val ik zo. Maar mijn leren voor amang. Hij heeft gezegd, de eerste categorie waarop je moet letten, en al gaan we niet alles kunnen doen, maar laat me je tussen toch even, schrijf al, is de tekenen van de natuur. Schrijf het op. Wie zo doet 2 of 3 nummer? Maar dat je leren ons niet. De tekenen van de natuur. De tweede is de tekenen van de maatschappij. De tekenen van de maatschappij. De derde is de tekenen van de geestelijke tijden. Je hebt positieve geestelijke tijden en je hebt negatieve geestelijke tijden. De vierde is de tekenen van de technologie. En al deze dingen gebeuren rondom ons. En ze geven allemaal aan dat Jezus terugkomt. En de vijfde is de tekenen der wereldpolitiek. En hij heeft een extra gezet die hij ook bij wereldpolitiek zou kunnen zeggen. Hij heeft gezegd de tekenen van de staat Israël. En hij had ook gezet de stad Jeruzalem. Maar ik ga ze gewoon in meenemen in de wereldpolitiek. Met een sub A, de staat Israël. En een sub B, de stad Jeruzalem. Amen. Hij zegt, wanneer we kijken naar de tekenen van de natuur, kunnen we die zien rondom ons heen. Matteüs 24:7 praat daarover dat Jezus gezegd heeft, we moeten letten op aardbevingen, hongersnoden, epidemieën en de tekenen aan de hemel. Dat zie je gewoon rondom je heen. Hij heeft gezegd, wij eigenlijk als christenen van deze tijd, we slaan te weinig acht op de tekenen die God via de natuur bekend wil maken. Terwijl als je terug zou gaan in de Bijbel, dan ga je zien dat God steeds de natuur gebruikt heeft om mensen te waarschuwen. Of mensen te herinneren aan iets dat hij gedaan had. En dat God vaak de natuur gebruikt heeft om ook zijn gramschap, zijn oordeel aan de mens bekend te maken. Mag ik een amen horen? Dus daarom is het voor ons belangrijk om te kijken, wat gebeurt er rondom ons heen? Hebt u niet gemerkt dat een van de tekenen, dan gaan we praten over gewoon dingen die u zelf als mens ervaart. Hebt u niet gemerkt dat een van de tekenen is dat Den Deko Chateau. 12 uren vroeger voor mij, na 12 uren, nou 12 uren, weer 6 uren. Maar Jezus heeft gezegd dat als hij de dagen niet had ingekort, dat geen van ons het zou maken. Een ander ding dat je duidelijk ziet, ook hier in Suriname, die weersverwachtingen die wij hadden
van de afgelopen 50 jaar aan een klop morgen. In Holland zie je het ook. De mij wacht die sneeuw zomer drapen. De mij zoeken zomer sneeuw nog aan. Alle soort tekenen, zichtbare tekenen. Ik kan zien, ik kan ervaren. Je maakt mee. Ipsa. In de natuur. Tsunamis. Ipsa gewoon. Aardbeving. Ipsa gewoon. En de tsunami, ik kon zo'n leesgado, ik doe een extra teken. En of de tsunami, volgens mij, na 200.000 man deed het direct. Ik weet niet of het Haiti was of in Indonesië. Dus God spreekt met tekenen tot ons. Om ons te zeggen, ik maak mij ready om terug te komen. En Jezus is de eerste keer gekomen, lieve mensen, als babyke Jezus. Om de mensheid te verlossen toen hij 30 jaar was. Maar nu als hij komt, komt hij maar om maar één ding te doen. Om de mensheid te veroordelen die geweigerd hebben om het offer van God te accepteren. De Bijbel zegt, wie de zoon heeft, heeft het leven. Maar wie de zoon niet heeft, is reeds veroordeeld. Atof, Jara. Atof. En dan weet ik dat je mensen gaat hebben, maar hoe zit het met de andere religieën? Wel, Jezus heeft gezegd, hij is gekomen voor iedereen. Nou, hoe nu wat categoriseren, Sani? Hij is gekomen voor de hindoe, hij is gekomen voor de moslim, hij is gekomen voor de Jehovah's getuigen, hij is gekomen voor ieder. Ga dan een sub-religie, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat het ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Hij doet zichtbare tekenen. Wat maakt hier een vrouw, omdat een vrouw belezen in de Bijbel in Egypte, dat maakt hier een vrouw, dat beer een vrouw naar de toepje ving, en dat hem zit dan 15 dagen onder de grond, en bak 15 dagen, dat een familielid deed, en de man gof go beer, een familielid lid drapen, dat de man ziet, op die meisje dan hem zit, en look hoe de leven. Het is, ja, het is op de Egyptische televisie gekomen. Je kan het checken op internet. En toen hebben ze die kinderen gevraagd. Hoe zijn jullie in leven gebleven 15 dagen? Een man in het wit. Zijn naam is Jezus. Gaf ons eten onder de aarde. Hij heeft, het staat op internet. Go look hoe het look wel seks seks aan internet. Go look hoe boos aan het. Neem me niet kwalijk. Jezus komt spoedig. Wat heeft dat deze lek van de zande? Dan zie ik nu een trakkeer gedaan. Dan maar jepie. Nakas man is het. Dan kan je boeren het takje toch. Dan ben je gewaarschuwd. Want dat je nog meekijkt. Toen hebben ze gevraagd. Maar dan, hoe dan? Toen heeft dat meisje gezegd. Die Heer, die meneer Jezus. Heeft toen mama wakker gemaakt, want dat ene kind was een klein kind. En heeft mama wakker gemaakt. En dan kon dat kleinkind Bobby drinken bij. Onder de grond. Dat kan alleen God doen. En niemand kan deze mensen, deze twee kinderen zeggen dat Jezus niet bestaat. En dat Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Mag ik een amen horen? Omdat hij nou een tak bepaalde zijn vanuit het podium. Maar jouw man nou dit zijn een video over de hele wereld. Waar hij duidelijk aangeeft dat de naam Jezus zeker meer dan 8 keer genoemd wordt in de Koran. En dat het gezegd wordt dat in de Koran dat Jezus Christus terugkomt om de aarde te veroordelen. En het dat moment komt terug, dat Jezus Christus komt terug. Wie oren heeft die oren, wie oren hebben die horen. Dus God is bezig. Amango sofara mantak, no one prins in een Koran en neem een Mohammed schrijven. Maar neem Jezus schrijf wel uit te lezen of te lezen, weet ik veel. Maar dat is niet zo belangrijk voor mij. Wat belangrijk is, wat die man me zegt, deze Bijbel, deze moslimleraar, is dat er staat geschreven in de Koran dat Jezus Christus terugkomt. Amen. Wat zij geloven, dat is punt 2. Maar punt 1 is dat die hele wereld weet
dat de Messias terugkomt. De koning der koning. De Heer der heerschaar. Jezus de Christus. Amen. Dat is het meest belangrijkste. En als wij als christenen doen alsof we berekenen Jezus er komt bakken 100 jaar. Alle tekenen zijn al gebeurd vrijwel. Amen. Er zijn een paar dingen ook die, waarop je kan letten, zegt meneer van meneer Baga, meneer Regan. Hij zegt, wanneer je kijkt naar het Nieuw Testament, dan geeft God een natuurlicht, een speciaal licht, een ster, gebruikt om aan te tonen, er zou iets geweldigs gebeuren. Astrologen hebben een ster gezien. En zijn die ster gevallen en die dag werd Jezus geboren. Hij heeft gezegd, toen Jezus stierf, was er ook een aardbeving. Een duisternis en aardbeving. Hij heeft gezegd, elke keer dat God iets groots wil doen, laat hij de aarde eigenlijk voor hem schreeuwen of die waarschuwing geven. En dan heb ik wat toevallig, Sani. Daarom heb ik nog. Ik heb dat nooit meer zo. Amen. Dus laten we de Heer danken voor deze broeder. Amen. Hij zegt, als je Openbare 16 tot 17 en 21 gaat lezen, dan zie je ook dat wanneer Jezus terugkomt, er nog een aardbeving zal plaatsvinden. Eigenlijk de grootste aardbeving voordat Jezus terugkomt. Dus je ziet dat God de natuur gebruikt. Dus de eerste teken die we gaan behandelen vandaag is de natuur. Kan de ook naar tweede wang, maar ook aan natuur. John Hagee. Dit kan je ook gaan checken op internet. De Heer heeft mij gisteravond gezegd, je moet praten over het feit. Meld de mensen van je in de kerk dat ik terugkom. Meld de mensen die luisteren via radio en via internet en via televisie dat ik terugkom. Predik dat ik terugkom. Liep de sweet sweet tori dan de zand dat tijdens maar mij komt terug. Amen. En de sweet sweet tori sweetie, maar de netak dat Jezus komt bakken dan, heb je drie horen van de sweet sweet tori. Amen. John Hagee is voorganger van de Cornerstone Church, 22.000 leden, heeft in een boek geschreven over de four blood moons. Ja? En hij heeft kunnen uitleggen. Hij zegt, het is niet zijn dingen. Hij heeft het ook geleerd van iemand anders. Maar hij heeft kunnen uitleggen dat elke keer dat deze bloody moons, die bloedrode man verduisteringen, zichtbaar waren, dat er iets significant gebeurde op aarde. En we hebben al vier gehad. En hij zegt, en Jezus had daarover geprofeteerd, dat de zon niet meer normaal zou zijn, maar bloedrood zou worden. En hij heeft gezegd, als je zou kijken naar de afgelopen 500 jaar, zijn er vier momenten geweest, 1 in 1492, 1 in 1948, 1 in 1967, en hij gelooft de andere in 2015. Dat er tekenen zijn geweest, en hij praat dan over deze vier bloedmanen, waarbij er iets significant is gebeurd. Hij heeft gezegd, de eerste kan je zien toen in 1492 Spanje de Joden verdreef, die Spaanse katholieke christenen. Komt daar gezellig van aan de. Bedek de Sani. Die Joden heeft weggejaagd en wie niet tot het christendom wou komen, werd vermoord en leven verbrand. In 1492. En toen hebben die Joden Christopher Columbus, geld gegeven om te gaan zoeken naar een ander land. En God heeft als toevluchtsoord voor zijn gevonden Verenigde Staten van Amerika. Daarom is de eerste dienst gedaan. Toen ze aan land kwamen in Miami, hebben ze een dienst gedaan. Omdat ze weigerden om katholiek te worden. Dit waren Joden en protestantse christenen. 1492. En toen was ook die bloedmaan aanwezig. Hij zegt, die tweede was aanwezig in 1948. En dan was het de wederoprichting van Israël.
Toen was het ook. En deze dingen zegt hij ook, want ik heb ook naar die video gekeken, zegt hij, heeft hij niet ontdekt, astronauten en wetenschappers van de wereld hebben deze dingen ontdekt. En hij is als Bijbelman gaan zeggen, hé, dat is Charasan, die is koning naar evangelie. 1948 was dat ook het geval. En toen had je de wederoprichting van de staat Israël. In 1967, de oudere mensen kennen die Zesdaagse oorlog. Toen was dit ook aan te zien als teken daar in de natuur. Toen had je die Zesdaagse oorlog tussen onafhankelijk tussen Israël en de bevrijding van je door die Arabische bezetting. Hij zegt, de volgende serie die men verwacht moet zijn tussen 2014 en 2015. En hij zegt, ik zeg niet dat Jezus in 2015 gaat komen, maar die astronauten hebben al uitberekend dat die man, die rode man of die rode zon, die rode man, wederom zal verschijnen. En als hij zegt, we moeten dat ding zien als een waarschuwing van God. Dat er iets significant gaat gebeuren. En wij weten, het grootste significante wat nog moet gebeuren, is dat Jezus zijn gemeente moet nemen. Amen. Amen. Het is voor ons belangrijk dat u weet dat elke keer dat deze bloedmaan te zien was, had het betrekking op Israël. De eerste heb ik u uitgelegd. Joden werden verdreven uit Spanje. De tweede was de wederoprichting van Israël. De derde, bezetting van de Arabieren werd overwonnen. En de vierde, gelooft men, zij geloven, dat Jezus zal verschijnen op de Olijfberg. Dus je ziet het is heel dichtbij. Ik zeg niet dat ik dat geloof, maar ik wil je wel zeggen dat die tekenen daar zitten aan die natuur. Ik geloof dat Jezus vandaag zelf kan komen. Ik geloof dat. En God heeft mij een openbaring gegeven. Waar hij mij toont dat ik predik over de wederkomst van Christus. En dat ik in deze dagen als nooit tevoren mijn best doe om de wederkomst van Christus te zetten in uw harten. Maranatha. Jezus, kom spoedig. Of kom, Heer Jezus, kom. Dus alle de mensen zeggen, doe dat tip dottori. Mina, maar je hebt je. Als Jezus vandaag komt. We kunnen hier zitten op dit moment. In de kerk. Dat is, ik kan wat je me rijdt. Zoek maar wat aan, baka. Die sleutel blijft daar in de lade. Je mag het nemen. Want man, mijn vrouw, Amerika, ik weet. Amen. Je mag tronvoorganger direct ingezegerd. Bank olie nee taboe nee tronvoorganger. Zoma wat tang heet ja dat nee zaak maar mee ik weer. U wilt ook weg toch? Als je de preek is, ala mijn baby. Een baby. Nakas man is het, zegt die libi. Draai je libi. Want Jezus is kombaga. Amen. Laten we nog één nemen. Ik heb nog een 10 minuten. Ik ga je niet veel geven, want ik wil dat u nadenken. Gaat nadenken. Kortzakelijk, Ilo Benzo? Huh? Kortzakelijk, dat wanneer ik weer predik, dat met je in 3 trouwen. Amen? A tweede wang. De tekenen van de maatschappij. Of laat me even een leerkracht spelen. De eerste was? Huh? Oké, tekenen van de natuur. Wat zegt Jezus over? Waarover praat Jezus als we praten over de tekenen van de natuur? Aardbevingen, hongersnoden, epidemieën en ook over die bloedmaan. Amen. Tekenen aan de hemel. Tweede is tekenen van de maatschappij. Jezus heeft gezegd in Matteüs 24 vers 12 dat de maatschappij steeds meer wetteloos en immoreel zal worden naarmate de tijd nadert van zijn wederkomst. Hij zegt het anders. Hij zegt, omdat de westverachting toeneemt, zal de liefde van de meeste mensen verkillen. Zet ook vers 37 voor me.
Dit is belangrijk dat u weet dat Jezus dit gezegd heeft. Gezegd, want, want zoals het was in de dagen van Noah, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. 38. Hallo. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende, drinkende, huwende en huwelijkgevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging. Dus er zal een wetsverachting zijn. En terwijl die wetsverachting en die immoraliteit er is, zullen mensen nog steeds trouwen, zullen mensen nog steeds huwende zijn, noem maar op, etende zijn, feestvieren. Adjelik in een eindtijd die zie, fossi, smabe plei, wie die prenge afkodre in boesie, nou na openlijk de man plein, na foto. Wetsverachting. Wetsverachting. Dus men heeft niks te maken met de Heere Jezus. Niks te maken. Paulus schetst een keelplaatje van de maatschappij in de eindtijd in 2 Timotheus 3 vers 1 tot 5. Laten we naar kijken. 2 Timotheus 3 vers 1 tot 5. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Ga verder. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig zijn, pochers zijn, vermetel, kwaadsmee aan hun ouders, ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, ga door. Liefdeloos, trouwloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkeren van het goede. Nog één. Verraderlijk, roekeloos, opgeblazen met meer liefde voor genot dan voor God. En nog één. Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben, houdt ook deze op een afstand. Die schijn van godsvrucht zien we ook hier. In de kerk. Wel is mijn kerkie, maar dan doe je dat in een schijn van godsvrucht. El yogo. Vino dra jullie. Je kan niet naar de kerk komen dat je moet uit wat je daar buiten mij wacht je aan me voor door. Hey, come on. Kom naar Laos, Revino. Of je basriba naar buiten man, dat mijn potje aan me voor door of is een kerkie. Zogenaamd tekens donja, zodat gaat kindje Jezus je vergeven. Draai jullie bij. Zeg tegen die man, je hebt je vrouw. Ik zal alleen blijven. Misschien zijn bar een jaar of sakre een jaar, maar moet dat niet doen. Bar een jaar, dit tot een eeuwigheid in de hemel, man. Mag ik een amen horen? Dus Paulus onderscheidt deze tijd als de tijd van de drie liefdes. Ik van man, leg hoe uit, ja zo. Hij zegt, het zal zijn de tijd van het humanisme. Liefde voor zichzelf. Liefde voor geld, materialisme. En liefde voor genot. Hedonisme. Het is wel lees. Liefde voor zichzelf. Liefde voor zichzelf. Alles mij denkt in een starring. Hell you go. Want starring noemen dat grond tapu, dat naar Jezus. Liefde voor zichzelf. Ik doe het beter. En de rek stik. Bij God is het, jij stikt. En ik ben de baas, als je je niet bekeert. Amen. Humanisme. Zoals ik denk met mijn verstand. Zoals ik het wil hebben. Liefde voor mezelf. Maakt niet uit. Wat kom je me uitleggen? Wat komt die Jezus me uitleggen? If me not kill me, one will kill. Zeg, kon leg me uit. Time will tell. Dat is wang, me tegen jou. Time will tell. Wanneer ik de Bijbel bestudeer en lees, heb ik gemerkt dat wanneer de dag des oordeels aanwezig zal zijn, dat niemand kan praten. De Bijbel zegt, elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden dat Jezus Heer is. En weet je waarom we niet zullen kunnen praten? Want diep in je hart, als je leeft in zonde, weet je het? Als je nu homo bent of lesbisch, je weet het dat je leeft in zonde. Mag ik een amen horen? Ik ga tak amen, toch? Je doet het toch? Tak amen. Amen betekent ook het zij zo. Meneer bedoel amen dat jij het bent. Amen, het zij zo. Ik heb alleen maar bange mensen hier vandaag. Die tweede liefde, zegt hij, is liefde voor geld. Een zuster heeft mij verleden
bevend gezegd, broeder, kan je tot de gemeente praten? God heeft me gebracht naar die troon van Satan. En heeft me heel wat christenen getoond. En die christenen doen alles om aan geld te komen. En Dibri Egideng, geld en rijkdom. Want hij weet dat ze daardoor hun ziel verkocht hebben aan hem. Je tananga man, omdat hij 100 euro aan moet, terwijl hij zabama bij vrouw. Je tananga man, omdat hij bij een mooie wagigi. Nee, niet doen. Waka liever deze ab dat hij op weg naar de hemel. Tijn wa broko oso wisa oso fado. Gado sa dei genadig agi wantra oso. Amen. Maar dan weet je dat je op weg bent naar de hemel. Je wil niet op weg zijn naar de hel. Mag ik een amen horen? Genot. Liefde voor materialisme. En hij zegt die derde. Dat na. Bujujuan banjuan wild west. Hedonisme. Is een wereldse levensstijl. Waarbij mensen leven zoals ze willen. De mensen leven. Hun geest is bedorven, zegt Romeinen in vers 28. Dat ze eigenlijk dwaas zijn geworden. Terwijl ze wijs zouden moeten zijn. De Bijbel zegt, er is een dag. En dat is in deze dag. In deze tijd. In Jesaja 5, vers 20. Dat de mensen kwaad goed noemen. En goed kwaad noemen. En ik heb niks te maken. Kijk naar Suriname. Alle de NDP mijn ferie. Maar is dat samen takkie? En ik heb niets tegen de individuen, maar ik heb het over het woord van God. Waar de Bijbel zegt, wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Die duisternis voorstellen als licht en licht als de duisternis. Die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Terwijl de man sap dat je corruptelingen. Dat de mij doel ik zogenaamd regering boem. Het goede, het kwade noem je goed. Hoe ik hier ben, if je zegt dat met dus alweer, dat gewoon dat een pastor wanted. Voor die fire. Maar niet slim en dat oh, voor die neus, maar voorganger. If me fire, tak me fire. Dat heeft God nodig in deze tijd. If je politiek leider fire, tak a fire klaar. Dan ben ik met God de genade. Dan ben je een goed christen. Is je nou allemaal niet prikwimoro? Maar noem niet het kwade goed terwijl je weet dat het slecht is. Ik ga niet zeggen dat er geen goede dingen zijn gebeurd de afgelopen 5 jaar. Maar openlijk zien we dat er gestolen is. Ik kan het niet bewijzen. Maar er is heel wat corruptie gepleegd. Amen. Maar dat betekent dat er ook geen goede dingen zijn gedaan. Maar mensen zeggen altijd, het kwaad is goed. Next no fault. Hell your God, next no fault. God ziet alle dingen. Laat me die christenen waarschuwen die op die posten zijn en meedoen met die dingen. Wil u uw ziel zo goedkoop verliezen? Omdat je houdt van een politieke leider of je houdt van een voorganger. Of je houdt van een buitenvrouw of een buitenman. Wil je het zo goedkoop verliezen? Jezus komt terug. In deze tijd moeten we ons allemaal letterlijk onze hand in eigen boezem steken en gaan kijken op vijf. Ik ben begonnen met mezelf, dus daarom ik kan prikken vrij. Ik ben beginnen met mezelf, ik ben vrede prikken prikken. Ik ben begonnen met mezelf, dat God, if me did it, want me prikken ik dat sma. Me if me did it, me koffer. Me beetje vrede schrijf, beetje luku ala ptinsani. Je hebt nog een prik aan evangelie dat ik dat niet naar de door of hemel. Dan dat Steven Rijmen. Wie ben je? Ik wil dat niet. Wie Samsung aan mij? Temi Libi Dede. Gwa Libi. Libi Gwa Dede. Temba Steven Rijmen. Dan moet je zien engelen vrij aan vissen. Maar dan, hey, we gwe. Ik heb niks te maken. Mensen kunnen vinden dat, kijk, een bange Rick daar. Ja, ik ben bang voor God. Ik
Ik heb niks te maken met mensen. Ik ben niet bang voor geen enkel mens. Maar ik ben bang voor degene die wel in staat is om mijn ziel in de hel te gooien. Ik ben niet bang voor degene die in staat is. Shoot me, I will live. Ik ben niet bang, maar ik live Jezus. Maar wat is er gaan gebeuren? We zijn bang dat mensen in staat zijn om ons lichaam te doden. En dan gaan we naar de hel. We leven in de eindtijd hoor mensen. En mensen sluiten compromis. En mensen zijn niet bang om je dood te maken voor een positie als je werkt ergens. De Gwawa York of Wan Bakru of Wan Leba. En de synergy gewoon. In die tijd leven we. Dus je kan nooit kwaad goed noemen. En goed kwaad. If I say fire. Make a tan so that I fire. De goede dingen niet nagesproken. Amen? Amen? Als ik goede dingen doe, ben ik blij dat je daarover praat. Maar als ik minder goede dingen doe, schrijf me een briefje. En laten we eerlijk zijn. Heb ik eerlijke mensen hier? Eindtijd wil Libië. Hebben we eerlijke mensen hier? Even leugenaars dit jaar zo ook wel. Heb ik eerlijke mensen hier? Mim, je hebt dit maar dan. Iedereen... Het is maar liever kritiek nee tapu. If he lezing, sms, I do you want sunny. Maar mijn ding is, hoe ga je ermee om? Je gaat kort order volgende dag, of je gaat op je kinder, tak masra. Je probeert tegen me want sunny, jongen. Ik ben het eens met alle sunny, maar tenminste, toestand mensen dat me fire. Amen? En als u dat doet, dan gaat u merken dat uw hart rein blijft voor de Heere. De tekenen van maatschappij zijn zo duidelijk dat deze maatschappij een redder nodig heeft. Amen. Laat me nog één geven. Het is precies 2 uur, dan bij einde. Nog één. Als uw kinderen leven in zonde... Moet u nu bang zijn, moeder, om te zeggen, luister, ik ga je niet op straat zetten, maar ik ben niet eens dat je leeft in die zonde. En als je kan maar buiten maan, ja zo, een poot aan een pot, ja zo. Als je een poot aan een pot, ja zo, dan moet ik een sap zoeken. Je wilt doen, Sani? Doe een pijm nee, si, pijm no sabi. Je ziet, want je man klap morgen, want je veel 50 euro. Je hebt wel 50 euro, dus je berekent, ay, madam, lasa monik de gua hemel, want u bent mededader. Om komt dat je lekwaan trafas, u bent medeplichtig. En als u, in Gods ogen, als u langer bekeerd bent dan uw dochter, 10, 20 jaar, dan ben jij de intellectuele mededader. Want je bij Abba Wees heeft voor baren en in een baren, maar je tikt 50 euro. Nakas man is het, ik zeg je liebe. Jezus zegt kom baka. Deze prediker, mijn man prik en lange gie, dan zult hij niet in een stribe. Maar ik denk dat dit genoeg is voor vandaag. Of wilt u meer? Nee, ik heb beloofd dat ik een 3 kwartier ga prediken. Ik wil dat u erover gaat nadenken. Wat waren die eerste tekenen? De tekenen van de natuur. Aan de zomer zijn er rondom je heen. Je hebt mensen die gezichten hebben gezien dat Suriname, Paramaribo, onder water zal zijn. Even een draai uw Libië. Land Suriname met begu, ko draaiu libu, libi de apukanga de yorkanga de bakru, ko gwa Jezus. No zo sa epsa in Haiti om mitunu. Sa epsa in de trakondre om mitunu. Politieke leiders, buigen jullie voor God, almachtig Jezus de Christus. Die mannen die politiek voeren en gaan naar die bonumans met barunu. Dat is zo'n vloekweetje akkoi naar Kondre. Tweede teken, het tekenen van de maatschappij. Als mensen dingen gedaan hebben,
Laten we zeggen, ze hebben die dingen gedaan. En laten we bidden voor genade en vergiffenis voor die dingen. Maar laten we niet doen alsof onze neus bloedt. Mag ik een amen horen? If he bas e furu you e roko nange. Tegi bas mi e shimina you secreta en me shida je furu. Mi no do me, mo tek ontslag. Maar volgens mij tek ontslag, mo skrif wan verslag. Die klat if he no stop, dat je furu. En if a tegi nee, ga niet meer stelen. Dat je tak oké, okay, dat moet luku. En als je ziet dat hij werkelijk veranderd is, dan rustig. Amen. Laten we gaan staan. Hebt u iets geleerd? Geef de Heer een klapoffer. Ik wil dat je een paar seconden neemt. En nadenkt over uw leven. En straks ga ik zo meteen ga ik met u bidden. En terwijl met Biggie, met Go You For, en met actie van Biggie, actie God of we keep pardon. Voor de sansa im lusu. Dit is de tijd waarin we leven. Mannen, nee naka vrouw zomaar. Want God klap je af den day, dat is een pa. Zo mip tak in de tendency. Vrouw, nee, weer ama ede soumar e yokugama. Want God on meki kisi serefi. Bet! Alas anna begi. Begi gewoon. Ik doe mijn best om normaal te zijn. Maar ik weet wat God in mijn hart heeft gelegd. Als een van u doodgaat en u hebt niet vergeven, vergeef hem, laat los en gij zult losgelaten worden. Christenen zijn de mensen die niet kunnen vergeven. Dat heb ik gemerkt. We moeten leren vergeven. Amen. Loes de oude voorganger zou weer hoe idee. Loes haar ex-man. En toen zei mama trafrouw ba. Loes haar ex-vrouw. En toen zei mama traman ba. En ik kwam tien kan dit jaar man ba. Je tijd klets nogmaals. Terwijl het leven verder gaat met Jezus. Wie begrijpt wat ik bedoel toch? Harde voeding. Maar het gaat ons helpen. Zeg maar naar zijn Vader God. We willen bij u zijn wanneer de tijd is aangebroken. Het zij dat u ons opneemt, het zij dat door de dood wij moeten komen. Maar Heer, we willen ready zijn. Kom maar bid met me, zeg we willen ready zijn. En vandaag vraag ik u Heer, onderzoek mijn hart en toon mij duidelijk wat ik moet loslaten. Hoe ik moet leven. Hoe ik u moet dienen. Ik vraag u Heer. Ik wil niet in een kerk komen. Week in, week uit. En aan het einde van de rit ben ik toch verloren gegaan. Open mijn ogen. Waar ik me moet vernederen, ben ik bereid dat te doen. Waar ik moet vergeven, ik wil vergeven. Waar ik moet loslaten, ik ben bereid los te laten. Het gaat niet makkelijk zijn, Heer. Maar ik geloof in uw Heilige Geest. En ik geloof dat u mij gaat helpen. Laat mij een dader zijn van uw woord. Want u hebt mij gekocht en betaald met uw kostbaar bloed. En aan het einde van alle dingen wil ik zijn zoals u het gezegd hebt. Bij u en voor altijd. In Jezus naam. Laat mij voor u bidden. Vader, u hebt mij bij een kamikantak geschud. En gevraagd
En ook gewaarschuwd. Om te praten over uw komst. Want uw komst is heel dichtbij. Heren, en mijn gebed is heel eenvoudig voor dit geweldig volk waarvoor u gestorven bent. Openbaar ze. Waar ze moeten loslaten. Waar bekering moet plaatsvinden. Niet alleen het volk, ook mij en de andere leiders. En die first ladies en die ouderlinge vrouwen. Elk van ons. Zodat wij kunnen wandelen. Heilig. Onberispelijk. Voor uw aangezicht. Heer, we willen geen gemeente zijn. Die niet doet wat u wilt. We willen niet een gemeente zijn. Die als u naar ons kijkt. Je wakadoro. We willen zijn een volk. Dat God dient. Met zijn hele hart. Ook al moeten we gaan. Door verdrukkingen. Ik bid Vader God dat u ons genadig wil zijn. En dat u ons bekend maakt. En voor zij die het al weten. Bid ik hier dat ze zullen loslaten. En zullen vergeving. Vergeving zullen geven. En dat u ons zal brengen. Op die plaats. Totdat Jezus terugkomt. Volk van God. God houdt zoveel van u. Hij houdt ontzettend veel van u. Daarom dat hij die waarschuwingen stuurt naar u. U bent al gered door hem. Blijf het spoor behouden van heiligheid. Het spoor behouden van liefde. En het spoor behouden van vergevend gezin. En de Heer zal met u zijn. En de Heer zal u behoeden. En de Heer zal u schragen. En de Heer zal u het geloof geven dat u kan standhouden totdat Jezus terugkomt. Volk van God, de Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn kostbare vrede. Leef als een heilige voor Jezus. In Jezus' machtige naam. Amen. Laten we de Heer een klap offer geven.